Bent u aan het doen? Een foto maken. Waarvoor? Ja, zomer is. Is het mooi hier? Het is prachtig. Prachtig. Mooi park. Ik ben het hele park al door geweest. En, maar ik wilde eigenlijk die grote boot zien, maar die blijkt dan weer weg te zijn. Dus ja, dan maak ik maar een rondje en dan, dan ga ik me weer met de waterbus terug. Oh, je bent het wandelen? Ja, ja, ja. Zou ik een stukje met je mee mogen lopen? Oh, dat mag rustig. Wat is nou, laten we zeggen, het belangrijkste moment in uw leven? Een heel belangrijk ding is, we zijn sinds bijna 6 maanden trotse opa en oma van mijn zoon. En nou, dat vind ik geweldig. Ja, wat maakt u daar trots op? Ja, als je dat manneke ziet en dan herkent hij je en gaat hij lachen. En, nou ja, dat is geweldig. Ja. Ja. Is het uw eerste kleinkind? Dat is mijn eerste kleinkind. En hoeveel verwacht u er nog? Wat mij betreft nog 10. Maar daar gaat u niet over, hè? Daar ga ik niet over, nee. Maar ziet u er ook iets van uzelf in terug? Nee, ik zie er niets van mezelf in terug. Nee? Is het kind naar u vernoemd? Is het een jongetje? Nee hoor. Een jongetje, ja. Had u dat niet leuk gevonden? Daar heb ik niet aan gedacht. Hij heet Stijn en naar wie die vernoemd is, dat weet ik niet hoor. Nou, dat is waar u trots op bent. Wat was nou een dieptepunt in uw leven? Ja, dat mijn ouders zijn overleden. Ja, dat is verdrietig natuurlijk. Is dat lang geleden? Mijn moeder is 10 jaar geleden overleden. Maar mijn vader is in 1940 overleden. Dus ja, dat was een moeilijke tijd hoor. Hoe is dat gegaan? Oorlog. Die is op zijn werk is die verongelukt. Had niks met de oorlog te maken? Nee hoor. 2 januari 1940 is die verongelukt. En toen? Ja. Hoe ging dat? Want toen was uw kind. Ja, daar schijn ik het wel erg moeilijk mee gehad te hebben. Maar dat weet ik niet zo precies meer hoor. Maar dat heb ik wel eens horen zeggen. Maar het zal een schop geweest zijn, ook voor een kind. Ja, dat zal me weer. Ben ik toch benieuwd. Ik bedoel, hij is overleden, maar op zijn werk. Wat gebeurde er dan? Ja, hij is onder een hijskraan terechtgekomen. Die hijskraan viel om en daar is hij onder terecht gekomen. Dus dat was een slagboot. En toen? Ja. Ja, dat weet geen mens natuurlijk toen. Maar daarna, ja, toen is de oorlog uitgebroken. En er was natuurlijk geen kinderbijslag. En er was geen... Ja, dan is het zwaar voor een kind zonder vader in die tijd. Ja, nou voor mij niet hoor. Heeft je niks van gemerkt? Voor mijn moeder wel. Nee, ik was 4,5 jaar. Maar missen, een vader? Ja, dat weet ik niet. Als je 4 jaar bent, dan ben je daar gauw overheen, geloof ik. Ja, ik schijn het er wel moeilijk mee te hebben, maar... Het leven gaat natuurlijk door, je moet naar school en het is allemaal een moeilijke tijd, maar je hebt nooit een goede tijd meegemaakt, dus dat accepteer je ook. Maar heeft u wel een vader meegemaakt? Nee, niet daadwerkelijk hoor. Hoe heeft u dat gedaan toen u zelf kinderen had? Ja, net als iedereen. Maar iedereen heeft, bijna iedereen, een goed voorbeeld. Had u niet? Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ja, dat is ook prachtig. Maar dan krijg je 2 dagen vrij als je een kind geboren is en dan moet je toch weer aan de slag. Dus ja, er gaat dan toch een hoop langs je heen hoor. Ja, is het makkelijk vader zijn? Nou, het kan ook wel eens moeilijk zijn hoor. Wat maakt het moeilijk? Ja, ik zeg wel eens tegen de kinderen,
En dat heb ik meermalen gezegd. Er is geloof ik volgens mij nog nooit een tijd geweest dat het zo goed was voor de kinderen. Die, hè? Deze tijd, vergeleken met mijn tijd toen. Maar dat is voor hun ook weer moeilijk te begrijpen. Nee? Als je nu vandaag de dag zonder werk komt te zitten, dan krijgen ze het pas benauwd natuurlijk. Hè? Je hebt allemaal je kosten, de huur moet opgebracht worden of de hypotheek. Noem maar op. Zolang je nog werk hebt en er komt geld binnen, ja, dan gaat het wel natuurlijk. Maar dat zijn zulke, dat zijn best wel eens problemen opleveren. Ja. Ja. Wat zou je over willen doen? Mijn pensioen. Oh, maar je bent op je 65e met pensioen gegaan? Ja, nog eerder zelfs. Maar eerder. Dat vind ik fantastisch. Met FUT? Ja. Op welke leeftijd was dat? 60. En vanaf dat moment bent u gaan genieten? Ja. En ik heb nooit een hekel aan mijn werk gehad. Ik had het altijd prima naar mijn zin. Maar ik vind dit leuker. Wat heeft u gedaan? Boekhouden. Saai. Nou ja, weet ik ook hoor. Dank u voor het meelopen.